vanavond het toneel voor Antwerp-Club Brugge. Maar de man van de match toen, Patrick Goots, is de grote afwezige bij Antwerp. Hij is er door een schorsing niet bij, net zo min als Zoran Champara. De Koreaanse Amerikaan Alexander Yee maakt zijn debuut op de linksbackpositie. Karel Dane vervangt Champara op het middenveld. En Arek Kubik maakt deel uit van de driemansvoorhoede. Bij Brugge voerde Tronsoljet 1 noodgedwongen wijziging door in vergelijking met de Champions League match van afgelopen dinsdag tegen Lokomotiv Moskou. Centraal achterin nam Philippe Clément de plaats in van de geblesseerde Marek Spilar. Voor het overige de vertrouwde namen aan de aftrap. Dus voorlopig ook geen Alin Stojka, wel Serebrenikov. Het commentaar bij Antwerp Club Brugge is van Dirk de Verme. We zijn dik 7 minuten bezig. Brugge heeft bijna doorlopend de bal. Maar er wordt niet echt aan het tempo gesleurd. Antwerp met Yattara. Sergeant laat lopen en goed. En draait dan naar de goal. Samenspel met Nielsen. Alleen van Verlinde. Schoot voorlangs. Tony Sergeant. Eerste grote kans van de wedstrijd. Heel goede aanval. Het aflossingspunt was Anders Nielsen. Die legde hem goed klaar voor Sergeant. Bal voor zijn linker. Schoot voorlangs. De bal van Nielsen was het en de kans is voor Hussein. Het is 1-0. Ongetwijfeld de eerste goal voor een speler uit Qatar in de Belgische competitie. Abdulrahman Hussein. Antwerpen had niet zo vaak de bal als Brugge. Maar ze doen er wel iets meer mee. Ze stonden daar niet te stevig te verdedigen. Hussein profiteert daarvan. 10e minuut, 1-0. Op het kwartier corner Brugge met Andres Mendoza. Van de Meer, Philippe Clément voorin. Daar is hij. Maar dat was moeilijk. De bal was wat te hoog voor Clément. Voor het eerst dat Brugge dreigt. Simons van der Heijden. Verheijen komt van links. Mendoza is dus rechts. Hier steekvoorzet. Lange 0-1. Of 1-1 de gelijkmaker natuurlijk. Omdat je het zo gewoon bent dat ze op voorsprong komen. Maar dat werd ze niet gegund op Antwerp. Maar ze komen wel relatief makkelijk terug. Niet kort genoeg gedekt. Rune Lange veel te veel ruimte daar. En dan is het makkelijk scoren voor de Noor. Zijn vierde van de competitie. Het staat weer gelijk. Simons. Serebrenikov. Allebei vrij. Speelt hem ineens door naar Mendoza, maar Oumont in de weg. Hij blijft binnen via Van der Heijden. Dit is Brugge's powerplay en dat duurt al minutenlang. Simons kans voor Mendoza. Hij mist hem. Bijzonder dicht bij de voorsprong. Maar dit is niet de Mendoza die ze bij Brugge graag zien. Andres Mendoza die de kansen laat liggen. Simons. De achterste spelers van Brugge kunnen weer bijsluiten. Lange, Mendoza. Aangelopen door Oumont. Schietkans voor Lange. Mooi schot. Maar te hoog. Het lijkt alsof Brugge die bal er wil induwen. Met alle Antwerp-spelers erbij. Goede combinatie door het centrum. Bal die goed valt dan voor Rune Lange en zijn rechter. Serebrenikov. Goeie op Mendoza. Hier stond een beetje te slapen of wist niet goed welke positie hij moest kiezen. Kopbal en een goeie van Rune Lange. En Antwerp ontsnapt. De eerste echt goede voorzet van Mendoza en Lange via de paal. En aan de andere kant Nielsen weg. Anders Nielsen. Goede save van Verlinde en de bal valt op de lat. Dat is voetbal. Brugge plekt ze aan de linkerkant vast. En dan valt er bijna een doelpunt aan de rechterkant. Anders Nielsen en een hele grote figuur dan Danny Verlinde en de lat. Verheijen.
Goeie bal op Mendoza, maar Hugo kroop net op tijd weer in positie. Van der Heijden harkt die bal door. Mendoza maakt hem vrij of probeert dat te doen. Van der Heijden ook. En zijn schot wordt gestopt door Vijs. Een beetje hetzelfde spelbeeld hebben we als in de eerste helft. Brugge dat bijna altijd de bal heeft op de helft van Antwerp. En Antwerp dat noodgedwongen op de counter moet loeren. Eerst Mendoza die het probeert en dan Van der Heijden. Ondertussen een hoekschop. En de kopbalkans voor Gert Verheijen. Weer een save van Vijs. En bijna hadden we hem gemist. Anglebert. Mendoza steekt de bal voor doel. Celebrenica brengt hem voor en Thomas scoort. En Brugge, een logisch vervolg op die eerste helft, is het doelpunt in de tweede helft. Het doelpunt van Philippe Clément. Lang weg geweest door de blessure van Spilaar. Weer zijn plaats gepakt in het centrum van de verdediging. En hier scoort hij zijn eerste doelpunt van de competitie. Helemaal vrij, makkelijk binnenknikken. Jatara, Maartens. Jatara opnieuw. Sergeant van top, kopbal van Van der Heijden, Moussa, Sergeant, de buitenkant van Clément heeft hij. En hij stuurt de bal in het zijnet. Tony Sergeant was er ook al eens dichtbij in de eerste helft. Ik denk dat dat de eerste kans van de wedstrijd was. Goede combinatie met Moussa. Maar Clément houdt hem goed aan de buitenkant en scoren was heel moeilijk. De Brugge op Mendoza na achterin. Hoekschop Antwerp met Jatara. En de kopbal van Miljoen. 2-2. Onverwacht weer gelijk. De Great Old laat weer van zich spreken. En het spookt weer. Misschien maar voor even. Op de Bosuil. De hoekschop van Jatara. En die valt op de knikken van Leleu, buiten het bereik van Danny Verlinde. Mooi beeld van de Antwerp-captain en Omar Moussa. 2-2. Anglebert. Van der Heijden, Mendoza, dat gaat redelijk makkelijk allemaal. Er komt de trap van Mendoza, aangeraakt door Vijs. Henk Houwaard en heel de Bosuil weet dat Brugge nu uit zijn pijp zal moeten komen. Dat doen ze hier een eerste keer. Met een schot van André Mendoza. Gestopt door Vijs. Hussein. Die wacht op wat meer voor. Simons houdt hem af. Hij heeft opnieuw de bal. Abdul Rahman Hussein. Daar is Moussa. Daar is Sergeant. Moussa. Sergeant. Verlinde. Nielsen dringt aan. Maar de bal gaat naast. Ze krijgen de mensen op de banken. Bal geraakt niet goed weg. Sergeant behoudt het overzicht. Moussa randje buitenspel. Goed klaargelegd voor Tony Sergeant en dan Danny Verlinde. En heel even nog Nielsen, maar onvoldoende. Aldebert. Kunskokaart. Scoort makkelijk bij het tweede elftal. Nu zet hij hem voor. Pinkston. Verheijen houdt de bal binnen. Schept hem voor doel. Lange legt hem achteruit. Stojka! Leu gooide zich in de baan van het schot en voorkwam zo het doelpunt. Stojka in de ploeg gekomen voor Serebrennikov. Schokkaart kwam erin voor Mendoza. En dit scheelde weinig. Simons. Schokkaart. De slepende voorzet. Kopbal van Verheijen. Scheelde weinig. Vijs is er niet aan geweest. Van der Heijden. Verheijen. Vindt de vrije man Anglebert. Die steekt hem goed vooruit. Peter van der Heijden. Pinkston. Fout van Van der Heijden. Die heeft al geel. Tweede gele kaart. En dus de uitsluiting voor de linksachter van Brugge. Niet zijn eerste dit seizoen. Europees werd hij ook al eens uitgesloten. Hij heeft het punt nog vast. Heel Antwerp heeft dat vast. Maar er komt nog een vrije trap voor Brugge in blessuretijd. Genomen door de Kok. Weggetrapt door Sergeant. Einde van de wedstrijd. Club Brugge verliest zijn eerste punten.
op de Bosuil, waar ook al Anderlecht voor de bijl ging. Dus het gaat goed met Antwerp. Voetbal volgt niet altijd de logica. Na die sterke eerste helft van Brugge kwam er geen sterke tweede meer. Eindstand hier 2-2. En zij gaan door het dak.